Eigenlijk is de winst al binnen, maar een doelpunt erbij is altijd welkom natuurlijk. De scheidsrechter fluit af. Kijk eens naar die vreugde op het veld, Jury. De spelers zijn uitzinnig van vreugde nadat ze zich gekwalificeerd hebben voor de FUT Champions Weekend League. Net als de supporters even. Ja, die hebben ook weer een mooi toernooi om naar uit te kijken. Is toch geweldig, hè? Om daar aan mee te doen. Ja, en ik ben benieuwd of hun team potten zal kunnen breken. Want de tegenstand die zal niet mal zijn. Hier doe je het als speler allemaal voor. Het moment dat je met de hele selectie het podium betreedt en de trofee omhoog mag houden. Ja, dit is een mooi gezicht hoor. Iedereen is door het dolle heen. Er wordt gelachen, gezongen en gesprongen terwijl de confetti neerdaalt en de fotografen plaatjes schieten. Ja, dit is leuk om te zien. Na alle spanning en druk die op deze ploeg heeft gestaan is het moment voor de ontlading. Nu mag je vieren dat je een topprestatie hebt neergezet. En de supporters vieren het feestje mee. Die hebben ook uitgekeken naar dit moment. Op de tribunes gaan ze net zo uit hun dak als de spelers op het podium. Deze dag zullen ze bij de club niet snel vergeten. Dit is het moment waarop de supporters hebben gewacht. Het moment dat de spelers met de schaal naar hun vak lopen om het feestje samen te vieren. Wat een vreugde, jullie. Ja, dit is het allermooiste even. De supporters hebben zich echt een 12e man getoond. Dus deze prijs is ook voor hun. Je kunt die schaal niet vaak genoeg de lucht in zien gaan. De spelers verzamelen zich voor de teamfoto. En dat is leuk voor het nageslag later, hoor. Die zal menig speler inlijsten, denk ik. En terecht. Het is een mooi aandenken aan een onvergetelijke dag. Hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Geen enkel. Daar komt er Eriksen. Die bal zit er heerlijk in, laag in de hoek. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een... Wat een actie. Kroeze. Doelpunt, de wedstrijd ligt weer helemaal open. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar komt de kans op een voorsprong. Belangrijk doelpunt, de voorsprong is nu een feit. En de strafschop gaat erin. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Batshuayi! De keeper redt. Die voorzet belandt bij een verdediger. Piszczek! Nu staan ze vol. Nog een paar minuten en ook deze willen ze graag benutten. Uithalen zou ik zeggen. Doelpunt, de wedstrijd ligt weer helemaal open. Een slecht goede ingreep door de... Die moet erin.